een meisje van 17 jaren, dat was er zo'n aardig ding. Maar zij had op het gebied van de liefde totaal geen ervaring. Zij was een aardig meisje, bedrijvig als een hen. Zij diende bij een gegoede familie als meisje voor halve dagen. Johanna, Johanna, als meisje voor halve dagen. Johanna, Johanna, als meisje voor halve dagen. Roept u maar, en al, liefde. Toen is aan haar leven de liefde gekomen, van heinde en van ver. Het was een arme schoenlappersjongen, die stonk naar jenever. Hij had zijn laatste centen aan borrels neergeteld en eiste toen om de rest te betalen van meisje al haar spaargeld. Dat niet wilde geven, dreigt hij haar met zijn els. En stal uit de kast der gegoede familie 6 zilveren eetlepels. Maar toen de misdaad uitkwam, verdacht met het arme wicht. Met schande beladen werd zij toen ontslagen, toch was zij onschuldig. Handen niet langer verdragen en zette een mes in haar vel. Zij steekt ze compleet in 2 halve delen, het bloed spoot ten hemel. Daar lagen nu 2 delen, tezamen slechts 1 lijk. De vrijer die naar het lichaam kwam kijken, die bibberde vreselijk. Zijn misdaad niet langer verhelen, men sloot hem op in 1 hok. En daar de galg toevallig bezet was, stierf hij op het hangblok. Weet u wat de moraal is van dit zo schone vers? Ga altijd heel braaf en deugdzaam door het leven, maar hoed u voor schoenlappers. Johan!